jij bent die ene nare moon. Nee, jij bent de nare moon. Ah! Oh my god. Hey mensen van het Gamesfest, jullie kijken naar een goed nieuwe video hier op mijn kanaal. Mijn naam is Harm en ik ga vandaag weer op Omegle. Maar ik ga niet zomaar op Omegle. Ik heb het namelijk announced op Twitter en Snapchat. Dus de mensen die me daar volgen, die hebben kans mij vandaag tegen te komen. Dus wil je graag de volgende keer ook in een video komen? Volg me dan zeker even op Twitter en Snapchat. Link staat in de beschrijving. Let's go! Hallo. Oh, ik zit er pas 5 minuten op. Yo. Ja, met jou? No way. Is dit echt? Ben je echt? Ben je echt? Echt waar? Ik zit hier gewoon te trillen, joh. Boe! Hey! Hey! Heb je al veel mensen tegengekomen? Nee, ik kom wel mensen tegen, maar niemand kent mij, dus dat is wel kut. Waarom doen altijd alle meisjes zo en zeggen ze altijd 10 keer oh my god en de helft moet huilen altijd en dat vind ik altijd zo raar. Waarom? Ik ben toch ook gewoon maar een normaal mens. Waarom zit je op een Omegle? Dat vraag ik me af. Nou, ik kan altijd proberen, ja. En proberen wat? Wat wil je proberen? Om jou tegen te komen op Omegle. En waarom wil je mij tegenkomen? Oh, jij bent die ene nare moon. Nee, jij bent de nare moon. Nee, jij bent het nare man! Wil je even iets leuks voor tegen de kijkers zeggen of zo? Wat je leuk vindt? We doen sowieso een like omhoog. Een like omhoog, jongens, like omhoog! We gaan voor de 20 likes omhoog! Kijk, weet je wat ik me nu afvraag? Je wordt nu wel helemaal hyped of zo, maar waarom hang ik niet op jouw muur? Waarom Justin Bieber, man? Maar ik ben ook niet zo populair, ik heb misschien 200 abonneetjes of zo. Meestal heb ik sub voor sub gekregen. Oh, ben je geabonneerd? Dankjewel, man. Vanaf nu ben je mijn beste vriend. Ik heb geen vrienden, dus. Mag ik een foto met jou? Mag wel toch? Ja, bedankt. Oh my god. Waar is oh my god? Waar is my god? Ik zie hier geen god hoor. Dat weet je niet. Dus je ziet mij nu. Oké, en wat is het nu? Hierna denk je zo van yes, ik heb hem gezien. En dan klik je je computer weer weg. Of je internet weg. En dan ga je weer weg. Nou. Nee! Nee! Jij bent de nare man! Nee. Hey! Nee. Kom! Hey! Nee. Hey! Niet zo'n toon opzetten jij! Wel? Kom vechten dan! Kom dan! Mark, je bent mijn beste vriend man. Duimpje omhoog Mark, voor jou duimpje omhoog. Waarom Justin Bieber? Moet je huilen? Moet je nou huilen? Wat zei je? Dat je over gaat zoeken. Wat denk je nu dan? Wat gebeurt er in je lichaam? Wat gebeurt er? Denk blijdschap. Kom dan! Bam! 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 Ja, hij mapt ook echt op zijn webcam in, die jongen. Wacht, ik doe een gok. Ik weet hoe jij heet. Karel. Bijna. Waarom tril je? Ik ben gewoon een mens. Ze noemen mij ook wel een broekie. Ik heb geen rechten volgens mensen. Dus waarom tril je helemaal? Ik moet trillen. Ah, nu ook je wel. Ik hoor je heel zacht. Je moet echt keihard schreeuwen voordat ik je echt goed wil horen. Ga gillen. Ga maar gillen. Jij bent echt een nare man. Ik hoor niet bij de nare man, ik hoor bij de sappige mannen. Kees. Nee. Jij bent dus een believer, zie ik. Ik ben ook een believer, stiekem. Sst. Niet doorvertellen, hè. Niet doorvertellen. Ik doe niet stoer. Ik ben stoer. Oh! 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 Waarom ben je blij? Omdat ik blij ben. Lars. Daniel. Daniel. Doe het. Doe het voor YouTube. Kom op, doe het voor YouTube. Al die 100.000 mensen die nu kijken, doe het voor hun. Doe het. Zet je leven op het spel. Schreeuw het. Schreeuw het uit je longen. Zeg eens soepel. Keiluid. Soepele man. Zeg de eerste letter. Zeg de eerste letter. Ik ga je naam gokken. De L. Tweede letter. Wat is de tweede letter? De U. Heb je nog iets te vertellen tegen mijn kijkers of iets leuks te doen? Want ja, ik was wel een beetje geschrokken hoor. Je moest er eens huilen. Ik vond het wel een beetje erg hoor. Oké, ik snap dat niet. Waarom? Ik ben gewoon een YouTuber. High five. High five. Nee, tuurlijk niet. Fuck you. Oh, foto kan je vergeten. Foto kan je vergeten. Ik ga nu skippen. Yo. Is het echt? Nee, dit is nep. Hey, ik ken je nog wel. Dat is al een tijdje geleden. Wat is de derde letter? Dit is te moeilijk. Je gaat nu gewoon liegen hebben je naam. Begin met dit. Oh, Luc! Nee, jawel! Nee! Ik zou hem gauw maken, jongen. Ik zou hem gauw maken. Luc! Hoe bevalt de computer? Supergoed, Kevin. Oh my god.
Voor de mensen die het niet weten, zij heeft een computer van mij gekocht. Dat is echt super lang geleden. Toen zat je ook in een Omegle video. Die Omegle video is trouwens echt ontploft. Die heeft echt 500.000 views volgens mij of zoiets. Te laat. Hoppakee, weg met die jongen. Luca! Man! Gakkers hoe ik heet. Het begint met een H. Ik denk Harlem. Bijna. Nou ja, ik meen het niet. Nee, het is wel nep. Sorry, het spijt me. Ik heb gelogen. Oh my god. Nee, wacht. Ik wil even een foto hebben. Ja, maar het is nep. Oké, nou, heb je nog iets te zeggen voor YouTube of iets leuks of iets? Yes! Yes, die stop ik in mijn zak. Hoppakee. Maar goed je even weer te gesproken te hebben. Heb je nog iets leuks voor YouTube om te zeggen of zo? Geen idee. Taarten zijn lekker. Taarten zijn lekker? Taarten zijn lekker. Oh. Ja, oké. Ja, duimpje omhoog. Okay. Wil je een hulplijn inzetten? Ja, je moet eerst mijn naam goed hebben. Dan mag je een foto maken. Eerst moet je mijn naam goed hoog. Harm. Dat is fout. Harm! Oh mijn god! Ga ik haar zoeken, ja? Zal ik haar gaan zoeken? Want ik ben toch nep, dus jij hoeft me... De derde letter is een R. H-A-R. Ja, Harm. Oh, dan heb je hem weer. Ja, nee, ik ga je skippen. Nee, ik ga je skippen, man. Nee. Jawel, tuurlijk wel. Hallo? Oh my god, is dit echt Harm? Nee, je hebt al 4 keer Harm gezegd. Ik zeg toch 10 keer dat fout is. H-A-R. Harm. Nee, niet Harm. Heb je de 1 april prank ook gezien? Ja, dat was zielig. De eerste woorden die mensen zeggen als ze me zien. Handje gaat voor het mondje. Altijd het handje voor het mondje. Altijd, oh my god. Dat hoor ik meestal 10 keer. En dan van, is dit echt? Nee, dit is niet echt. Er zijn zoveel mensen die met een H-A-R beginnen. Harry, Harold. Het is gewoon zo op mijn telefoon. En we hebben een fangroep van de squad. Shout out naar hen trouwens. Toen zei ze van, Harm zit op Omegle. Dus ik heel snel naar je Twitter gaan. En toen zag ik ook in de reacties staan... Dat er iemand is die jou nadoet. Zo. Die ga ik zoeken, ja. Die ga ik zoeken en die ga ik helemaal kapot maken, gewoon. Die is voor mij. Die ga ik echt kapot maken, gewoon. Zielig, hè? Sorry. Ja. Het spijt me. Ik hoorde het niet, maar maakt niet uit. Sorry, het spijt me. Ik zal nooit eens zo'n zielige video maken, want ik vond het zelf ook zielig. Sorry, het spijt me. De klok tikt. Je hebt nog 10 seconden. Mijn kat, nou, die komt nooit bij me zitten en nu komt hij opeens bij me zitten. Ja, hij wil mij gewoon zien. Hé, hey, kat, yo! Yo, kat. Hoe heet je kat? Pichap, maar we noemen haar Chappie. Hé, hey, wow, je internet valt weg. Wow. Nee. Ja, ik vind het even niet leuk. Ja, nee, maar je draagt de shirt van Link. Je moet de shirt van mij dragen. Ja, het was niet gemeen. Het was een prank. Dat was wel gemeen. Kijk, in principe is het helemaal niet gemeen. In principe moet je zeggen van, wow, ze moest huilen. Dat betekent dat Harm zich nooit zo gedraagt. Dat betekent Harm dus voor de rest van de tijd altijd lief is. En bij deze prank juist niet. Snap je wat ik bedoel? Je moet mijn shirt nog kopen, zeg je. Wat voor shirt van mij ga je kopen dan? De eerste die uitkomt. Ah, ik zou net zeggen, van dacht je al dat er shirts uit waren? Nee, de shirts zijn nog niet uit. Maar binnenkort komen er wel shirts van mij. Duimpje omhoog. Ben ik de eerste die hem gaat kopen? Nee. Nee, ik ben zelf de eerste die de 10 koopt, want niemand koopt toch mijn shirts. Van Harm. Je gaat deze video niet strijken, toch? Ja, stiekem wel. Oké, dan knip ik je eruit. Doei! Oké. Je zegt ook mooi oké, hè? Wow. Waarom? Chappie! Lekker. Was dit echt? Oh my god. Hallo? Ik wil een van de eerste dan zijn. Nou, moet je heel snel zijn, want ik denk dat ik toch wat eerder ben met kopen. Man, maak die foto en dan ben ik weg hier. Vind je het erg als ik jou eruit knip dan? Ja, heel erg. Ja? Moet je dan huilen? Ja. Oké, dan ga ik een video maken en dan ga ik je exposen en dan ja, kom je op King Alert. Doei, ik hou van Doei. Je. Oh, dankjewel. Oh god, als mensen dat zeggen van ik hou van je, dat is gewoon, wat moet je dan zeggen? Ik hou ook van jou, maar ik vind het een beetje ongemakkelijk. Nee, ik doe mijn duimpje wel omhoog. Nee, duimpje naar beneden. Ja, dit is net. Wow. Ik kom mezelf heel erg luid. Hallo. Oh my god. Oeh, King Alert. Ja, oh, dat moet ik vermijden, hè. Oh, shit. Ja, dat moeten we niet hebben. Oké, ik laat je erin. Ja, voor deze keer laat ik je erin. Maar dan ga ik wel meteen door hoor, want anders praat ik te lang. Dat vind ik niet leuk. Mag ik wel een foto maken?
Tuurlijk. Is het nou echt of wat? Wow, je ziet er echt helemaal zwart uit. Niet racistisch bedoeld, maar ik zie je niet. Ja, zo, ga even zo zitten, anders zie ik hem niet. Nou, shout-out naar je moeder. Doeg! Yo!